Een ideale goede dag, dames en heren. En wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Lokale Omroep Stijn. Altijd leuk, kampioen in onze gemeente. Deze keer hebben we beelden terug van de kampioensteams van Haslo 1 en 2. De beelden gaan natuurlijk gepaard met onze felicitaties voor de kampioenen uit Elsen. Ja, kijkers, we staan hier op het voetbalveld van de voetbalclub De Leeuw uit Brunsum, die vandaag een wedstrijd spelen tegen Haslo. En het is niet zomaar een wedstrijd, want het is eigenlijk de nummer 2 tegen de nummer 1 in de vierde klasse C. En hoe gaat het om? Ja, het gaat zeker ergens om. Het gaat namelijk om het kampioenschap. Het is namelijk zo dat mocht Haslo in deze wedstrijd gelijk spelen of winnen, dan kunnen ze als kampioen van de vierde klasse C op 3 wedstrijden voor het einde niet meer worden ingehaald. En kunnen ze vanavond met het kampioenschap op de tasje naar Elsen terug. Maar zover zijn we nog niet, want de wedstrijd moet nog helemaal gespeeld worden. Onder leiding van de scheidsrechter van Den Appel beginnen beide ploegen nu aan de voetbalwedstrijd, de o zo belangrijke wedstrijd. Heel veel kijken wat er allemaal op is. In de 7e minuut wordt het al raak, want er wordt Dave Simonis die de eerste goal voor Haslo aantekende, 0-1. De 20e minuut, waar Danny Becker sterk links doorgleep, na een beetje fout van de keeper van De Leeuw en hij scoorde de 2-0. Vlak voor ons komt De Leeuw nog even terug, want Robin Kleintjes scoorde de 1-2. Maar uiteindelijk wordt het Etienne Verstegen die in de tweede helft de 1-3 op het scorebord bracht en daarmee wordt Haslo kampioen. Ja, de aanvoerder van Haslo staat hier bij mij, Dave Meijers. Dave, en een gelukkige mens. Ja, ik denk dat ze een doel van de Leeuw, een doel van de Leeuw werd ze wennen met 3-1. En ik denk dat... Met 3-1 over eigenlijk dingen te gaan, ze waren geen probleem best geweest. Dan is het recht kampioen. Ja.
door de ja, die ganse competitie. Ik heb gekeken, 2 verloren. En ja, vandaag heet het voortvarend van start 2-0. Dan komt nog even de 2-1. Wat heeft de trainer in de rust gezegd? Gewoon zou blijven door voetballen liever bezig worden. En dat die kansen vanzelf zouden komen. En het wordt in de tweede helft worden ook. Ja. Komende kansen. En, niet dat je in gevaar gekomen bent. Nee, dat zou zelfs nog hoger kunnen uitvallen. Ja. Ik denk dat hun op een gegeven moment, ze gaat over van het is gelopen. Van vervulling het wel goed. Richten ons op die laatste 3 wedstrijden voor die tweede plek vasthouden. Ja. Klasse hoger. Dan vraag ik tegen hetzelfde wat ik ooit een collega van de hoge gevraagd heb. Geest je nog door? Ik ga nog door, ja. Ja, en dus toen maak je dat nog met in die, hogere klasse. Ja, als hij doorgaat, maar hij het met. Ja. Goed, Dave, gang naar de jongens. We wensen allemaal proficiat van de LWS doet. Ja. En ik zou zeggen tot het volgende seizoen. Hè. Ja, bedankt. Een dolgelukkige trainer van Haslo, Maarten Verliezer, staat hier bij mij. Maarten, ja, dat droom is uitgekomen. Hè. Ja, dat kan ze wel zeggen, ja. En ja, goed, met een goede overwinning, denk ik. En, ja. 13 punten los, dus dan denk ik dat ze het rechte kampioen was. Ja, ik zeg net tegen die doelman 2 verloren. En ja, de rest gelijk en gewonnen. Dat is een leuke competitie tot nu toe. Ja, zeker. Het is een gelijk spel en van de 16 of 15 wedstrijden winnen. Ja, en al 17 wedstrijden ongeslagen. Dan. Het is uniek in de historie van Haslo, want ook het tweede van Haslo is kampioen geworden. En dat gebeurde door in de uitwedstrijd bij Posterholt PSV 35 heb ik het dan over met 1-1 gelijk te spelen. En dat was voldoende voor ook het kampioenschap van Haslo 2. Afloop worden er woordfeers voor de spelers van het tweede van Haslo. En als het top. Ja! Let's go!